Kleine agenda. Ik begin eerst even met waarom en wat houdt high availability in. Daarna ga ik van, even kijken van waar komen we vandaan. Zullen hier mensen hebben zitten die Exchange 2003 gebruiken? Mensen hebben zitten die Exchange 2007 gebruiken. Natuurlijk ook andere platformen. Alleen vergelijk daarmee trekken is wat lastiger. Dus ik hou me eventjes alleen op 2003 en 2007. Daarna ga ik naar Exchange 2010. Wat zijn dan de verbeteringen in high availability in combinatie met 2010? Tijdens mijn presentatie ga ik één demo doen. Wil je meer weten of zien, kan ik na de tijd prima in mijn demo-omgeving wat dingetjes laten zien. Maar zeker met de groep die we hier hebben, zal het erg lastig zijn om dat duidelijk zichtbaar te krijgen. Dus ook mijn demo zal voor de mensen zeker achterin lastig te zien zijn. Wil je hem zien, kom na de tijd, dan kan ik daar ook duidelijke uitleg over geven. Waarom high availability? Een goede vraag die... Als je high availability zou willen, je moet stellen is van, kan het bedrijf zonder e-mail? En heel veel bedrijven die zeggen in eerste instantie, ja dat kunnen wij. Zonder e-mail, prima, geen enkel probleem. Maar ga dan eens een keer naar het werkveld en vraag die mensen daar eens van, kunnen jullie zonder e-mail? Dan kom je al heel gauw tot de conclusie dat heel veel bedrijven een stuk minder goed met e-mail, zonder e-mail kunnen. Wat gebeurt er op het moment dat de e-mail er niet is? Sommige processen kunnen vastlopen. Ik denk aan een groot energieleverancier die automatisch meldingen doet op het moment dat de centrale eruit ligt. Dat gebeurt via e-mail. Op het moment dat ze die mailtjes niet op tijdig binnenkrijgen, kan dat voor het gehele proces van de stroomtoelevering een probleem leveren. Dus ja... Dat zijn processen waar je in eerste instantie niet aan denkt. Want in dit geval, die klant die dacht van, nou, e-mail, zeker niet bedrijfskritisch, hebben we gewoon als standaard KA-omgeving in ons bedrijfsproces. Vervolgens kwamen ze dus achter van, hey, het is wel bedrijfskritisch, maar dan moeten we er ook misschien wat mee gaan doen. Dus in heel veel organisaties geldt steeds vaker het onderdeel, e-mail is bedrijfskritisch geworden. En hoe bedrijfskritisch, dat is dan de volgende vraag. Want voor bedrijf A kan het best zijn dat men 2 dagen zonder e-mail op jaarbasis helemaal niet als een probleem ziet. Oké, je hebt 2 dagen dat je wat minder flexibel bent. Je moet wat anders communiceren met je klanten, maar is misschien werkbaar. Terwijl bij een ander bedrijf kan het zijn dat zelfs 5 minuten de dienst niet beschikbaar op jaarbasis best wel een issue is. Het zijn belangrijke vragen om over na te gaan denken en om te kijken, als je HA wil, hoe kan ik dat dan invullen? En de technologische oplossing die ik daaraan koppel, kan die dat dan ook ondersteunen? Maar het is niet alleen techniek. De organisatie moet een eis gaan stellen en niet een wens waaraan de HA-omgeving moet voldoen. Dus als de organisatie, directie... beleid maakt en daarin kiest van wij willen maximaal 5 minuten downtime, dan heb je iets om naartoe te werken. Op het moment dat ze zeggen van ja, wij willen eigenlijk nooit dat e-mail eruit ligt, daar kan je niks mee, want je kan daar niet een vaste definitie aan geven. Want misschien zeggen ze als ze uiteindelijk echt het op papier willen zetten, van nou ja, een uur downtime is helemaal niet zo erg. Heel belangrijk is bij HA om daar ook vanuit de organisatie draagkracht te hebben dat de organisatie dat het beleid ondersteunt. Ander stuk. Alleen de technologie zal je niet de oplossing bieden. Als je een prachtige HA-oplossing neerzet, maar je hebt daar niet de ondersteunende kennis voor in huis of de procedures die daarbij horen, dan zal je nooit die uptime kunnen garanderen die de organisatie eraan stelt. Want stel, je hebt een eis van, nou, hij mag er 2 dagen aan 1 uitliggen. En je hebt helemaal geen kennis van Exchange en de database die crasht goed. Nou, voordat je consultant in huis hebt en de database gerepareerd hebt. Een grote database die veel te veel uit zijn voegen is gegroeid. Zou het zomaar eens kunnen zijn dat het 2,5 dag duurt. Waar gaat het dan mis? Is de waarborging van de kennis en de procedures rondom je HA-oplossing. Dat is een belangrijk onderdeel.
En zorg ook dat als je zoiets neerzet, een HA-oplossing, dat je regelmatig controleert of die HA-oplossing ook nog steeds voldoet aan de verwachting. Want als je iets neerzet en je komt er op het moment supreem achter van hey, alles crasht en hij doet niet wat ik had verwacht dat hij zou doen, dan ben je te laat. Terwijl als je het geplande actie doet van hey, we trekken nu een server eruit en gebeurt nu inderdaad hetgeen wat ik verwacht, dan weet je wat je ook in een kritieke situatie kan verwachten. Dus, dan gaan we nu over richting de techniek. Waar komen we vandaan? 2003. Nou, iedereen een beetje bekend hier met 2003? Denk het wel. Nou, in 2003 hadden we eigenlijk maar één high availability oplossing. En dat was clustering. Microsoft clustering, het ouderwetse clustering, wat Microsoft voor alle applicaties eigenlijk een beetje toepaste. Wil je high availability? In die tijd was het Microsoft clustering. Nou, een van de zaken die daarbij gepaard gingen was dat je daar een single shared storage oplossing voor had. Nou, daar had je dan ook meteen een single point of failure. Voor een heleboel klanten niet acceptabel. Dus ging men daar middels SAN replicatie of in ieder geval een replicatietechniek op diskniveau onderliggend aan je clustering, gingen ze daar een dubbele uitgevoerde oplossing creëren. Dus je ging hier je databases die je hier hebt gekoppeld aan je Exchange servers, ging je repliceren en naar de servers deed je voor alsof dat één was. Nadeel was, je had een hele dure SAN-oplossing nodig, want SAN alleen was natuurlijk al duur, maar alle SAN-leveranciers in die tijd verkochten die oplossing voor replicatie als een extra licentie. En over het algemeen waren die licenties niet mals. Dus dat gaf best wel wat problemen. Voor de kleinere organisatie in Nederland was het dan de stap om van gewoon server naar een high available oplossing te gaan heel erg groot. Daarnaast, Exchange 2003 was heel erg IO-intensief. Dus het SAN wat je neer moest zetten vereiste ook heel erg veel IO's. Dus je moest daar dure fiber channel disks inzetten en maximaal performance moest geleverd worden aan Exchange. Een dure oplossing. Nou, één voordeel wat ze nog wel hadden in 2003 was dat je active-active kon draaien. Je kon één server met een database actief laten zijn en de andere server. Ze moesten wel allebei verschillende disks hebben. Je moesten allebei apart toegewezen worden aan de cluster servers. Maar je kon iets van active-active doen. Dus je kon de load verdelen over die twee servers. Nou, nadeel, als we dan gaan kijken van ja, oké, we hebben die SAN-replicatie. Wat heeft dat voor effect op Exchange? Nou, op het moment dat we hier twee stukken disk hebben, ziet disk 1, SAN 1 en SAN 2 ziet er hetzelfde uit. Data staat precies op dezelfde manier op de disk, er zit geen verschil in. En wat gebeurt er nu? Het eerste blok op disk 1 wordt corrupt door een virusscanner of iets dergelijks wat toevallig inhaakt, wordt dat blok corrupt. Wat doet het SAN? Oh, hey, wijziging in de data. Laat ik dat repliceren naar de andere. Exchange crasht op de eerste node, of op het eerste SAN eigenlijk, en wil overschakelen naar het tweede SAN. Dat is nou jammer. Dat SAN is niet beschikbaar, want die heeft precies dezelfde error en zal daardoor ook Exchange niet in de lucht krijgen. Dus je hebt een replicatie van errors, van corruptie. En dat is een groot probleem bij SAN-replicatie. Nou zijn daar tegenwoordig oplossingen voor om vanuit de SAN-replicatie plugins te hebben die in Exchange ingrijpen om daar te zien van hey, wanneer heeft Exchange de database afgesloten, dan ga ik de database repliceren naar de andere kant. Hij doet nog wat controles op de database. Maar over het algemeen zorgt het, heb je meer kans bij SAN-replicatie op corruptie-replicatie. Ja, dure SAN-replicatie nogmaals. En zonder die logica zal je dus nooit een consistente database hebben. Want ook elk moment dat het SAN overgaat naar de andere kant, moment dat dan de transacties nog niet gesloten zijn, is je database in een dirty status. Een dirty status betekent dat
Exchange hem niet direct online kan brengen, dan zal hij eerst een check moeten doen om te kijken van, hey, wat is er met mijn database aan de hand en hoe krijg ik die weer online. Dus best wel wat impact op je Exchange omgeving. Nou, voor 2007 had Microsoft daarbij nagedacht van, ja, daar willen we dan toch wat anders voor. Bij 2007 was nog steeds dat oude clustering was nog steeds mogelijk. Maar het was meer een stukje legacy wat ze boden richting de klanten die zich daar heel comfortabel bij voelden. Microsoft heeft vanaf 2007 heel erg gepromoot om de nieuwe log shipping methode te gebruiken, genaamd CCR. Daarbij heeft elke Exchange server heeft zijn eigen disks eronder hangen. Je hebt één actieve node en een passieve node. De actieve node die verwerkt alle transacties in de Exchange database. Elke transactie wordt opgeslagen in een logfile. Zodra het logfile klaar is met schrijven, wordt die logfile gesloten en wordt overgebracht naar de andere, waar die vervolgens weer in de database weg wordt geschreven. Nou, dat had zo best wel wat voordelen. Ook in de database had men bij 2007 al wat verbeteringen ingebracht om de performance te verbeteren. Dus lagere IOPS in 2007 waren ook al eens een keer een feit. Alleen, je kon de rollen niet combineren. Dus wou je in 2007 high availability bieden, dan had je twee CCR-nodes, wat eigenlijk je mailbox-servers zijn. En daarvoor had je je Hubcast-servers. Die moest je apart neerzetten. Er was geen mogelijkheid om die bij op de CCR-nodes te installeren. Dus je moest weer extra hardware, extra kosten maken. Nou, ik weet niet, een hele kleine poll. Als we kijken hier in de zaal, hoeveel organisaties zitten hier dan met een gebruikersaantal onder de 1000? Kijk, nou, dat is juist het probleem in Nederland. We hebben hier vaak toch wat kleinere organisaties dan waar Microsoft in eerste instantie rekening mee heeft gehouden. Want in Amerika is alles groter. Dus ook de bedrijven. Als je met een bedrijf onder de 1000 medewerkers zit en je moet al 4 servers voor Exchange neerzetten, maar dan is dat al een redelijk kostenpost. Daarbij moet je nog dure storage eraan koppelen. Het telt allemaal op. Nou, active-passive, dat was niet anders mogelijk. En je kon maximaal 2 nodes toepassen. Voordelen van de logreplicatie was, je hebt dezelfde data. Alleen hij hoeft niet exact op dezelfde manier op de disk te staan. Want omdat hij die data repliceert, kan het best anders qua bits en blocks op de disk staan. Dus de volgorde zoals het op de disk staat, is anders. Een ander voordeel is, doordat de transacties worden doorgestuurd naar de andere kant, zal corruptie op node 1 niet betekenen dat corruptie wordt gerepliceerd naar node 2. Een groot voordeel van de logreplicatie en waarom Microsoft daar ook zo heilig in gelooft. Je hebt elke keer op het moment dat er een log over wordt gestuurd, wordt de database bijgewerkt. Maar je hebt wel continu ook een consistente database. Die database die heeft geen corruptie mee gerepliceerd gekregen. En hij is netjes weer afgesloten op het moment dat die logfile weggeschreven is. Dus op het moment dat Exchange op wil komen op de tweede node, dan weet hij ook dat die database in een nette status is. Het kan zijn dat er nog wat nieuwe logs zijn aangekomen die verwerkt moeten worden. Maar op dat moment kan hij in ieder geval die database in de lucht krijgen. Belangrijk punt. Die logfile die is 1 MB groot. Voorheen was het 5 MB in 2003. Maar juist door die logreplicatie heeft men gezegd van ja, we willen zo snel mogelijk die data aan de andere kant krijgen. Dus dat doen we. Door die logfile wat kleiner te maken. Mailtjes, een paar mailtjes bij elkaar. Kom je al gauw op 1 MB. Hup, naar de andere kant. En dan hebben we in ieder geval die data aan de andere kant. En het verschilt, je hebt geen dure SAN-replicatie nodig. Je hebt die SAN-licentie heb je niet nodig. Misschien om je performance te halen nog wel je SAN. Maar de replicatieoplossing, die kan je er last van zien. Nou. Natuurlijk heeft het ook nog in 2007 een probleem. En dat is logverlies. Want stel dat we hier de hoeveelheid logs hebben. Hebben we e-mail 1 wordt verstuurd. Die wordt verwerkt in log 1, log 2, log 3.
Dan hebben we e-mail 2, 1, 2 en 3. E-mail 3, dat is een grote mail. Dat is een nieuwe PowerPoint slide van de marketingafdeling. Ze zijn altijd veel te groot. Die gaat van 1 tot en met naar 20 misschien wel. Laten we er even vanuit gaan in het voorbeeld dat hij tot 5 gaat. Er zijn wat meetings aangemaakt. Er is een contact door een gebruiker aangemaakt in zijn mailbox. Hij heeft een folder gemoved en een meeting in log 4 aangemaakt. Stel dat op dit moment server 1 die is bezig om dit nog weg te schrijven. De log 5 is nog niet klaar. Op dat moment crasht server 1. Server 2 die heeft net deze log binnengekregen. Dus wat gebeurt er vervolgens? Alles wat tot hier is, heeft hij kunnen verwerken. Ja, die contact creation, die heeft hij niet. Die meeting heeft hij niet. Die move folder heeft hij niet. En e-mail 3 is niet compleet, heeft hij dus ook niet. Nou, waren daar wel wat zaken om die e-mail 3 eventueel binnen te krijgen, maar het was niet heel erg sluitend. Dus net hadden Jaap en Johan het al over shadow redundancy. 2010 gaat daar zometeen wat meer oplossingen in bieden. Dus die data was je kwijt. Nou, als we dan naar 2010 gaan, wat hebben we dan daar als oplossing? We hebben twee servers, dagnode 1 en dagnode 2. Die nodes die kunnen bestaan uit alle rollen. Dus je kan nu ineens zeggen van nou, ik heb twee servers en daar heb ik en mijn mailboxrol op en mijn kastrol en mijn hubrol. Daar heb ik nog wel een sterretje bij gezet in mijn presentatie. Want als je die kastrol wil combineren, dan moet je daar iets van load balancing voor bieden. Nou, officieel wordt alleen maar of een ISA oplossing ondersteund of een hardware load balancer. Maar je zou ook kunnen zeggen van nou, misschien ga ik gewoon onder de clusteringlaag die onder mijn Exchange zit, die kastrol veel overen. Het wordt niet ondersteund, dus op het moment dat je problemen krijgt, zal je terug moeten brengen naar een andere oplossing. Maar je kan, in principe in een kleine omgeving zou je kunnen zeggen van, ik kan mijn kastrol, en dan heb je één kastserver actief, de ander zal dan passief zijn, kan ik aanbieden aan mijn clients middels clustering. Is een mogelijke oplossing. Maar denk daar heel goed bij na of je dat inderdaad wil. En een groot voordeel is, je kan nu active-active. Dus je hebt server A heeft database 1, server B heeft database 2 actief. En ze repliceren naar elkaar. En ze kunnen dus de load ook verdelen over die twee servers. Groot voordeel van 2010. En nog een grote voordeel, waar je in 2003 en 2007 altijd enterprise nodig had qua licentie, kan je nu uit de voeten met standaard. Exchange standaard ondersteunt al de dagoplossing. Dus met Exchange standaard en twee servers, dus twee Exchange standaard licenties, kan je al deze oplossing neerzetten. Kostefficiënt zou ik zeggen. Doordat de IO's ook nog eens een keer omlaag zijn gegaan in 2010, kan je ook nog eens een keer zeggen dat je die dure SAN-oplossing misschien niet meer nodig hebt. Dat wordt nog weer interessanter voor een heleboel bedrijven, waar we net zagen dat we toch hier met grote groep zitten die niet zo heel groot zijn als Microsoft ze graag zou willen hebben allemaal. Dus je kan dan gaan denken aan misschien JBOD, maar ook gewoon aan goedkope lokale storage in RAID oplossing. Dus je kan met RAID lokaal kan je prima ondersteuning bieden voor deze organisaties. En maximaal 16 nodes. Dus op het moment dat je meer wil en je hebt organisatie die groeit en je gaat boven die 1000 gebruikers of 10.000 gebruikers, als dat zo is en je hebt meer performance nodig, kan je gewoon uitbreiden met een extra node. Dus het schaalt ook beter dan de vorige oplossing. Nou, wat zijn dan verbeteringen in Exchange 2010 om daar het hele high availability plaatje beter te maken? Online database patching. Online database patching zorgt ervoor dat je minder downtime hebt en minder failovers. Shadow redundancy en delayed acknowledge. Net werd shadow redundancy genoemd.
Dat is de oplossing binnen Exchange, Delayed Acknowledge. Dat is de oplossing om externe servers te ondersteunen en te zorgen dat als een mailtje afgeleverd is in een organisatie, dat die ook inderdaad afgeleverd is binnen de organisatie en dat die niet op één server staat. Waar we voorheen CCR en SCR hadden. SCR was de standby kopie waar geen GUI voor was om op een extra locatie toch continuïteit te kunnen bieden. Dat is nu allemaal gecombineerd in de dag met daarbij de Active Manager rol. De Active Manager rol is een onderdeel wat op elke dag server aanwezig is om te zorgen welke server online mag komen. Het is simpeler in beheer. Waar je in 2007 nog en clustering moest beheren en Exchange, hebben ze nu gezegd, nee, een Exchange beheerder die wil niks te maken hebben zo direct met die clusteringlaag, die wil gewoon Exchange beheren. Dus die krijgt ook de Exchange console en alles wordt onder water geregeld richting clustering. Het meeste wordt gewoon in Exchange gedaan. Schaalbaar, efficiënter met omgaan met hardware en geen sitebeperking. In 2007 waren we gekoppeld aan Active Directory sites. Binnen één site kon je je CCR opbouwen. Je kon niet site-overstijgend zijn. In 2010 kan je prima over sites gaan. Maakt niet meer uit. Tot 16 kopieën. En een laatste oplossing. Officieel geen echte high availability oplossing. Maar als we nog zometeen even terugkijken naar dat stukje log-replicatie, zal je zien dat het wel een stukje toevoegt. Agenda reparatie. Agenda reparatie doet controles op agenda items en kijkt of daar inconsistenties tussen agenda items van persoon A en persoon B zijn. Stel dat mijn manager die stuurt een mail naar mij, of een agenda uitnodiging naar mij. We zitten allebei in een andere database. Mijn manager die heeft die uitnodiging gestuurd. Agenda item is wel in mijn database gekomen, alleen op dat moment crasht Exchange. Op het moment dat mijn database op de andere online komt, zagen we ze net van hé, dat agenda item is en ik zal hem ook nooit terugkrijgen. Agenda reparatie ziet van hé, manager van Kai die heeft wel dat agenda item in zijn agenda staan. Die heeft ook staan dat Kai die afspraak zou hebben. Maar in zijn agenda van Kai zie ik hem helemaal niet terug. Laat ik dat eens fixen. Op dat moment gaat hij die afspraak opnieuw in de agenda zetten. Gaat hij dus de agenda van mij repareren. Ik zeg, dat is een hele mooie feature van 2010. Maar officieel natuurlijk geen high availability. Wat houdt nou database patching in? Database patching. We zien hier twee servers. Allebei databases. In die databases staan pages. Pages zijn stukjes data van je Exchange database. Op het moment dat nu een page, oké, gaat hier zo meteen wat mis, maar ik probeer het in ieder geval uit te leggen. Deze page die crasht, hij gaat kapot. Er is corruptie ontstaan. En er is een passieve node. Op dat moment zou het voorheen betekenen dat die database verloren is. Als die echt corrupt is, zal de CCR-replicatie binnen Exchange zal stoppen en zeggen van ja, hé, ik kan niet meer repliceren, want die database die klopt niet meer. Je moet eerst opnieuw zorgen dat die database aan die kant weer in een consistente status is. Nou, wat hebben ze nu in 2010 daar als oplossing voor? Hij gaat kijken van, hé, ik heb aan de andere kant heb ik ook die pagina. Nou, dit blokje had hieruit moeten komen, maar detail. Hij zal die pagina die daar corrupt is geraakt, haalt hij van de andere database, want daar staat natuurlijk die pagina ook. Dus hij pakt die pagina van die andere database, laat die oversturen en gaat kijken van, hé, wat mist er nou aan? En repareert die pagina weer. Daardoor heb je dus minder downtime, want die database kan gewoon nog blijven acteren in je replicatieproces. Volgens mij best wel een hele verbetering. Dan komen we op een stukje shadow redundancy. Ik denk dat het voor een aantal mensen achter in de zaal niet goed leesbaar is. Ik ga hier even schematisch weergeven wat er gebeurt op het moment dat er een mailtje
van de buitenkant, vanaf een internet SSTP-server binnenkomt in de organisatie, tot uiteindelijk de binnenkomst in de mailbox, of de Exchange Hub in dit geval. Dit is een combinatie van shadow redundancy en delayed acknowledge. De internet server die stuurt een ELO. ELO is van, hey, ik wil communiceren met jou. Daarop zal de Exchange Edge server, of Hub server, maakt niet uit, maar voor het voorbeeld de Edge, zal een X-shadow commando sturen, waarop de internet server zegt van, nou ja, X-shadow, prachtig, ik ken het niet. Ik ga gewoon verder met mijn mailtransport. Daarbij zegt hij vervolgens mail from. Mail from kai@cellerode.nl. Hij stuurt een mailtje van mij. En de Edge server die zal zeggen, oké, prima, laat maar komen. Vervolgens zegt hij recipient to. Dus waar die aan gericht is. Nou, dat is mijn manager of wie dan ook. Wordt geaccepteerd door de organisatie, want ze zegt van, hé, ja, die herken ik, hoort bij mij thuis, dus kom maar. Nou, hij gaat data is de inhoud van de mail, gaat hij doorsturen. En dan komt aan het einde van de data komt er een punt. Punt is het afsluiten van een mailtje. En normaal zou dan direct van de andere kant een ontvangstbevestiging gegeven worden. Van, hé, ja, inderdaad, ik heb hem binnen, prima, sluit de verbinding maar. Op dat moment zegt de Edge-server van, nou, ik laat hem gewoon even wachten. Ik ga eerst mijn proces doen dus. Hij gaat een ELO naar de volgende hub-server doen. Of naar de mailbox, als het een hub-server zou zijn. Daarop geeft de Exchange hub-server geeft een X-shadow-commando terug. En daar zegt de Edge van, hey, dat X-shadow, dat ken ik. Dus die geeft een X-shadow terug met een string. String is een identificatie voor dat mailtje. Daarop krijgt hij van de hubserver een reply van, oké, hier heb je een verificatiecode. Die verificatiecode gebruikt hij later in het proces weer om te zorgen dat er geen mailtjes blijven hangen. En het hele proces van mail from recipient to en Exchange 5.0 komt aan bod. Exchange 5.0 is vervangen van data om op binair formaat die data over te sturen. Nou, binaire data, 22 last. Daarmee geeft hij aan van, ik ben klaar met mijn data verzenden. Prima. En op de Exchange Hub server is hij nu ook aangekomen. Dus we hebben nu datzelfde mailtje op de Edge rol en op de Hub rol. Op dat moment zegt de Edge rol naar de STP server op internet, Cube mail for delivery. En de internetserver kan de verbinding afsluiten. Nu weet je dat een mailtje wat binnen is gekomen niet meer op één server specifiek staat. Dus crasht die Edge server nu, dan is die op de Hub server. En zal die verder zo'n gewone proces doorgaan. Crasht die Hub server, dan hebben we nog altijd die Edge die hem door kan sturen. Op het moment dat hij niet uit die Hub server is gekomen. Dus puur om te zorgen dat als het mailtje de organisatie binnenkomt, dat je dan ook garantie hebt, tot beperkte mate natuurlijk. Er zijn altijd situaties te bedenken waar het niet werkt. Maar garantie hebt dat die mail ook echt afgeleverd gaat worden. Nou. Dat is leuk, maar we hadden het net over. We willen een niet al te grote oplossing bouwen. Want we hebben een grote hoeveelheid met onder de 1000 gebruikers. Dus we zetten nu twee servers neer. Twee servers, allebei de rollen zijn gecombineerd. Hoe gaat het dan in dat geval? Want ja, we hebben, die omgeving is natuurlijk helemaal anders en die hub is ook meteen een mailbox. Waarom leeft die niet meteen af daar? Dus er komt een mailtje voor user1@plutani.nl. User 1 zit op server 1, voor degenen achterin die niet kunnen lezen. En dat mailtje komt binnen. Nou, de externe STP server, die stuurt die naar de server 1. Server 1 die ziet van, hey, die is lokaal voor mij. Maar ja, om toch een stukje redundantie te bieden op het moment dat in dat hele proces ik uitval, stuurt hij hem eerst door naar server 2. En dan pas naar de mailbox. Dat om puur te zorgen dat je die twee kopieën weer hebt. En pas op het moment dat hij op server 2 is, dan zegt hij tegen de internetserver
Oké, hij is afgeleverd. Dus je hebt een graad van beveiliging ook op het moment dat je twee servers hebt. Nou, als we nu naar user 2 mailen. User 2 komt op de hub van server 1 aan. En zal direct naar de mailbox gegaan. Want dan heb je ook garantie dat hij op twee plekken staat qua server. Een hele verbetering qua oplossing. En dan komt mijn stukje demo. Ja. Ik heb hier een tracking gedaan van een mailtje wat ik vanmorgen heb gestuurd. Waarschijnlijk erg moeilijk leesbaar, maar hierin geeft hij aan van hey, ik heb een mailtje vanuit de Exchange Store gekregen. Want dat geldt dus ook als je tussen twee gebruikers op dezelfde database mailt. Dan gaat hij hem ook eerst naar de andere sturen en dan pas weer in de mailbox zetten. Hij zegt receive van de Exchange Store. Vervolgens deliver. En in de deliver, als we daar naar gaan kijken van waar heeft hij hem dan afgeleverd. Dan zien we dat hij bij de andere mailbox server dat mailtje heeft afgeleverd. Dus in mailbox 1, daar heeft hij hem ontvangen. Hij gaat hem nu eerst doorsturen naar mailbox 2. Nou, als we dan overschakelen naar mailbox 2. Even kijken. Nou. De mailbox 2 wil niet actief worden. Kijken. Ja. Oh, ik heb ze net door elkaar gehaald, volgens mij. Ja, in ieder geval, uit deze logs kan je halen dat hij de mail heeft opgehaald vanuit de server 1. Hij heeft hem doorgestuurd naar de andere server en vervolgens heeft hij van die server hem weer teruggestuurd naar de mailbox store. Als je zo meteen nog wel wil zien, op mijn scherm kan je het wat beter zien. Laat ik het graag even zien. Kan je het ook tussen sites? Tussen sites? Nee. Nee, het is een site boundary. Dus dat is een beperking. Dus in die zin moet je wel altijd zorgen dat je binnen je site dan wel die rollen redundant hebt opgelost. Andere vragen? Ja? Dus de IO in rekening mee heeft. Ja? Ja, in principe je kan het uitzetten. Standaard staat het aan. Als je echt heel veel mailflow hebt, dan moet je serieus gaan kijken of je het inderdaad uit wil zetten. Het is ook zo, die delayed acknowledge. Hij delayed maximaal voor 30 seconden. Dus op het moment dat een internetserver binnen 30 seconden niet een antwoord kan krijgen, dan alsnog geeft de Edge server een antwoord naar die internetserver van oké, ik heb de mailtje binnen. Want dan is waarschijnlijk intern ook niet de volgende hop te bereiken. Dus je moet wel heel serieus gaan kijken van als je dat gaat toepassen, kan ik dat voor alles zomaar toepassen. Als je veel mail binnenkrijgt op jouw externe Edge server, ja, dan moet je gaan kijken van kan ik snel genoeg zorgen dat die mail in het hele transport afgewerkt wordt. Of gaat het te traag en moet ik daar misschien dan toch maar de keuze voor maken om dat uit te zetten? Dat, gaan die Microsoft SMB-service daarmee om in de praktijk? In principe doen ze er niks mee. Ze zien gewoon dat het mailtje nog niet afgehandeld is. Als je kijkt naar de gewone RFC-specificatie, wacht die gewoon op die Q-mail voor delivery. Dus het kan zijn dat de specifieke server op het internet het niet echt, dat hij 30 seconden te lang vindt. Dat hij gewoon zegt van nou, na 20 seconden wil ik het afkappen. Ja, dan zal hij het later weer proberen. Maar in principe, als je naar een normale healthy situatie kijkt, dan zal die mail vrij snel afgeleverd worden. En zal het voor de internetserver niet een merkbaar verschil zijn. Dus, en als op het moment dat het X-Shadow-commando ondersteund zou worden en je hebt trust tussen andere organisaties, dan kan het dus ook tussen verschillende exchange-organisaties plaatsvinden. Dus, andere vragen?
Dan gaan we terug naar de presentatie. Even kijken. Het probleem logverlies. Nou, door die shadow redundancy, als die mail bij 5 is afgesloten, dan is die dus ondertussen ook al op de andere server aanwezig. Die mail die is gewaarborgd. De meeting 3, die is door, als we over twee databases praten die allebei op een andere server praten, zitten, is die ook gewaarborgd, want die wordt door agenda-reparatie wordt die ook weer teruggebracht. Dus wat zijn we dan kwijt? Dat is contact creation en move folder. En het voordeel van deze acties zijn, dat zijn user-acties waar de user dit zelf heeft gedaan in de laatste paar minuten. Zeker bij move folder, over het algemeen vindt men dat nog niet zo heel erg, want de folder is gemoved van mapje A naar mapje B en men ziet van, hey, oh, hij staat nog op oude locatie. Nou, die move kan men opnieuw doen. Contact creation, dat is natuurlijk ietsjes vervelender, maar aan de andere kant, over het algemeen kunnen mensen zich dat nog wel herinneren wat er gebeurd is in de laatste paar minuten voordat Exchange eruit lag. Hierbij is wel belangrijk om op het moment dat je een verstoring hebt, dat je ook dit communiceert naar je gebruikers. Dan kan de gebruiker daarop ook op acteren en kan ook zien van, hey, ik ben misschien een contact kwijt. In principe, je e-mail is gegarandeerd en in veel gevallen zal die meeting ook gegarandeerd zijn. Dus een verbetering ten opzichte van dat hele kruis door al die items in 2007. Vragen daarover? Dan kom ik nog eens even op het stukje licensering. Verschillen enterprise en standaard. Ik vertelde net, je kan het nu met de standaardversie van Exchange doen. De standaardversie van Exchange ondersteunt tot 5 databases. Enterprise tot 100. Dat is het enige verschil tussen die twee. Waar zit wel het grote verschil? De clientversie. Maar de clientversies zijn onafhankelijk van je serverversies. Dus heb je client enterprise, kan je dat prima laten communiceren met je Exchange standaard server. Dus je kan met 2 standaard licenties kan je een high available oplossing neerzetten. Alle andere onderdelen, zie je ook hier, zijn gewoon gelijk. Nou, waar moet je bij denken als je 5 databases hebt in een dagoplossing? Ik probeer zelf altijd aan te houden 100 gig per database. Waarom 100 gig? 100 gig is, als je daar een repair op moet draaien, nog redelijk te doen. Als je daar een easy util overheen moet draaien, gaat dat nog binnen een redelijke termijn. Op het moment dat je database veel groter wordt en je moet een repair doen op die database, wordt het gewoon veel vervelender. Nou, dus 5 x 100 gig, 500 gig aan data. Sommige mensen die gaan nog tot 200 gig. Als je maar goede monitoring hebt, zou je dat prima kunnen doen. Dan zou je al tot een tera aan e-mail kunnen gaan. Ik denk dat voor een heleboel organisaties dat al best wel voldoende zou kunnen zijn. Ja. Wat zijn wat mij betreft belangrijke takeaways van deze presentatie? 2 standaard licenties kan je dus al HA gaan toepassen. Door gebruik van goedkopere hardware I.O. kan je ook de kosten omlaag brengen. De reductie tussen 2003 en 2010 is 90% in I.O. reductie voor 2003 en 70% voor 2007. Dat geeft even aan hoeveel verbetering het is. En natuurlijk zijn dit marketingnummers van Microsoft. Dat kan verschillen per organisatie, maar het is wel een serieuze verbetering. Als je dit soort nummers kan afgeven, dan kan je er wel van uitgaan dat daar een grote verbetering heeft plaatsgevonden. Dus Exchange Server 2010, wanneer migreert u? Zijn er nog vragen over high availability, hoe je het neerzet? Was mijn verhaal zo duidelijk, zo goed? Ja? Ik ben ietsjes eerder klaar, maar dat resulteert dan in de rest van de dag. Ja? Ja? Sorry? Ja? Ja? Hallo, de file witness server, moet die per se op een Exchange server draaien?
Dus hoeft niet per se. Hij kan op elk willekeurige geval share kan het zijn. Men raadt over het algemeen wel aan om te combineren met Exchange Service, zodat je als Exchange beheerder daar ook controle over hebt. Want in heel veel gevallen, als je beheer specifiek op rollen toespitst, dan zal een Exchange beheerder net weer geen toegang hebben tot die file server waar je dan je file share witness hebt. Maar in principe kan het gewoon een willekeurige file server zijn binnen je netwerk. Dus. Dankjewel. Andere vragen? Nog misschien om vragen? Nee, het, volgens mij niet. Misschien om de knuppel in het hoenderhok te gooien. Een week of 3-4 geleden hadden wij een evenement over Google Apps en Microsoft BPOS. De zogenaamde de cloud oplossingen eigenlijk van Microsoft en Google. Daar zit high availability eigenlijk ingebakken. Zolang je internetverbindingen doet, zit het erin. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, zeker. Op het moment dat je over online services praat, en dat kan Google zijn, dat kan welke andere hosting solutions zijn, dan ga je ervan uit dat aan die kant de high availability is opgelost. Je neemt daar een dienst af, bij die dienst sluit je een SLA af. In die SLA bespreek je waar die oplossing aan moet voldoen. Dus dat kan zijn, hij moet binnen 5 minuten weer up zijn. Als die leverancier dat die SLA met jou aangaat, dan is het de taak van de leverancier om dat te leveren. Vervolgens is het jouw taak om te controleren of ze dat ook kunnen leveren. Het is soms wel lastig om dat te controleren, want ja, hoe kan je nou controleren of als die database down gaat, hij weer opkomt. Nou, daar moet je met die leverancier van je online dienst overeenkomen van hoe je die procedures gaat testen en hoe je dat gaat controleren. Belangrijk is daar natuurlijk wel of je inderdaad die internetverbinding hebt, want alles gaat over het internet. En ja, het is niet de eerste keer dat KPN een storing heeft gehad met internet of welke andere provider. Dus nou ja, je internetverbinding is natuurlijk ook essentieel bij Exchange. Dat maakt het verschil dan niet? Nou, Exchange draait prima door als jouw internetverbinding eruit ligt. Alleen je krijgt geen mail van buiten binnen en de mail gaat niet naar buiten. Maar de gebruikers kunnen wel in hun mail. En men kan ook gewoon agenda items en intern kunnen ze gewoon prima mailen. Nou, dat is bij Google inmiddels ook zo, hè? Want? Nou, ze hebben een plugin voor je browser. Die kun je gewoon standaard installeren bij al je gebruikers, neem ik aan. En dan kun je een deel van de applicatie overnemen als offline applicatie. Oké, maar dan kan je ook interactie tussen de gebruikers lokaal? Lokaal? Ik ben niet zo thuis in Google. Nee, het gaat uiteindelijk wel. Ik ben geen Google Apps persoon. Ik gebruik wel Gmail, maar dat is gewoon voor persoonlijk gebruik. Ja. Het is niet zo volgens mij dat je op één locatie tussen 2 Google gebruikers nog kan communiceren als de internetverbinding eruit ligt. Ja. Kijk, en dat is wel op het moment dat je dus Exchange on-site hebt, dan werkt dat hele proces voor de gebruiker nog. Werkt gewoon. De mails naar buiten, die queuen zich gewoon op de transportserver. Maar vervolgens, zodra de internetverbinding is, zullen die eruit gaan. Interne mail wordt gewoon afgeleverd en agenda items en alles qua collaboration zal gewoon plaats kunnen vinden. Maar daarom is ook altijd, als je naar online hosting gaat, goed om te kijken van hoe kan je waarborgen dat je aan je eisen die je als organisatie aan je e-mail oplossing stelt, hoe kan je dat waarborgen dat je die ook haalt. Dus in de zin van redundante internet, en dat kan zijn in een ADSL lijn van KPN en een ADSL-lijn van Versatel die met 2 andere centrales verbonden zijn. Maar het kan ook zijn dat je misschien wel een straalzender op het dak zet om je internetverbinding te garanderen. Maar dat is gewoon, bij high availability moet je altijd nadenken van hoe kan ik de eis die ik stel converteren naar de technische oplossing. Ik geloof inderdaad dat Microsoft en Google allebei een soort SLA aanbieden van volgens mij 12 uur per jaar dat het minimaal, dat het 12 uur per jaar zal het er maximaal uit liggen. Ja. Maar ja, de internetverbinding is nog steeds inderdaad het zwakke punt bij beide producten. Ja, en dat zal ook in de SLA van Microsoft en van Google zal dan ook staan dat afhankelijk van je internetverbinding. Die 12 uur zal niet jouw internetverbinding ook dekken. De internetverbinding staat los daarvan. Google en Microsoft garanderen alleen tot de deur.
daarbuiten is het transportproces wat plaatsvindt, wat je zelf moet afdekken. Daar? Ja? Het is 2010. Ja. We snappen allemaal dat de internetverbinding geen onderdeel kan uitmaken van een high availability plan. Ja, je kunt wel dingen proberen, ja, zeg maar. Maar er wordt vooral heel erg in Exchange gezocht. Ja. Software. Ja, wat ik eigenlijk zou willen vragen aan iedereen is hoe realistisch is dat eigenlijk? Zou er niet veel meer moeten worden gedaan om ook internetverbindingen high availability te krijgen? Nou ja, Microsoft heeft daar een oplossing voor genaamd TMG. Toevallig een extra specialist voor mij. TMG biedt de mogelijkheid om twee internetlijnen te ontsluiten naar je netwerk. Jouw netwerk heeft gewoon één uitgang en dat kan een TMG-cluster zijn. Vervolgens heeft jouw TMG-cluster heeft weer twee uitgangen richting het internet. Op die manier kan je dus ook binnen jouw netwerk daar weer redundantie in bieden. In de zin van Microsoft-oplossingen. Dat is een soort doe-het-zelf-oplossing of een oplossing van derden. Ja, ik kan me herinneren dat een NT-server helemaal veilig, mits je bij de netwerkkaart eruit halen. Ja, daar kun je net aan denken. Ik snap dat er derde partijen zijn die dit soort oplossingen maken. Ja. Maar wat doet Microsoft eraan om dat te stimuleren, zeg maar, omdat het van deur tot deur moet werken? Niet alleen maar in de datacenter. Ja, je bent altijd natuurlijk afhankelijk van die partijen ertussen. Op het moment dat Microsoft dat hele proces zou kunnen controleren, op het moment dat zij controle kunnen uitoefenen op alle tussenliggende stappen, dan zouden ze daar ook wel mee kunnen doen. En datzelfde geldt natuurlijk voor Google. Net zo goed. Maar we zitten tegenwoordig in een wereld waar al die onderdelen van verschillende partijen komen. Dus je hebt je mailoplossing, je hostingoplossing, heb je online. Daartussen, Microsoft die neemt ook weer een internetdienst af. Die zit ergens op een internet exchange aangekoppeld. Microsoft is dus vervolgens afhankelijk van die internet exchange. En waarschijnlijk de dubbele uitgevoerde koppeling naar internet exchange. Vanaf die internet exchange gaat het naar de volgende internet exchange en dan misschien naar jouw provider. Daar zitten heel veel verschillende partijen tussen die je niet zo direct kan controleren. Dus het enige wat je daarin kan doen is te zorgen dat je die partijen, dat je daar afspraken mee maakt en daarmee garanties kan afsluiten. Maar een complete oplossing, ja, dan zou je misschien naar internet 3.0 moet kijken of iets dergelijks wat nog niet in ontwikkeling is. Nou, de vraag is misschien ook een beetje, het is natuurlijk altijd toekomst kijken bij dat soort dingen. Maar zou Exchange 2013 of 2016, om maar een paar namen te noemen, zou dat eigenlijk nog wel lokaal aanwezig zijn? Of is het gewoon net zoals bij Google een cloud applicatie? Ja? Ik hoor die vraag steeds vaker en ik vraag altijd dan, heb jij open source software op de desktop staan of staat daar Windows op? Daar staat Windows op. En waarom geloof je dat wel? Ja. Waarom denk je dat dat niet allemaal doorgestuurd zou worden? Ik denk niet dat het gebeurt, maar kun je dat garanderen? Kun je garanderen dat Google het niet veilig bewaart? Kun je garanderen dat Microsoft in de datacenters alles veilig bewaart? Het is dezelfde vraag. Nee, precies. En dat is, ik zeg ook niet dat het een argument is wat je niet mag noemen. Het is alleen een argument wat in dezelfde lijn ligt als vertrouwen op Windows. Het is precies hetzelfde vertrouwen. Ze durven het wel op een stikje te zetten, maar niet buiten huisplaats. Ook heel raar, want wie beveiligt dat stikje? Er staat niet een mooie, stoere beveiligingsambt ernaast. Nee, precies.
Ja? Achterin. Ja, ik weet bijvoorbeeld van Microsoft... Sorry, ik zal de microfoon even naar jou brengen. Want... De vraag was voor mij in dit geval van... Het is prima dat je dingen op internet zet, maar we hebben ook nog te maken met auditing, auditors. Ja. Dus een Capgemini, een welke KPMG die auditing wil doen en bewijs wil van... ja, inderdaad, wij hebben dat hele proces beveiligd. De vraag was, kijk, mijn raad van bestuur die is er sowieso niet van gecharmeerd dat die zaken op internet worden gezet. En daarnaast hebben wij jaarlijks te maken met een audit, waar we moeten kunnen aantonen dat onze spullen dus 100% safe zijn. En inderdaad, mijn vraag is dan ook, van hoe kun je dat in dat soort omgevingen waarborgen? Afspraken. Dat heeft alles te maken met de afspraken en de garanties die een partij, bijvoorbeeld een Microsoft met BPOS, afgeeft. Dus ik weet dat er zijn hele grote organisaties die BPOS gebruiken van Microsoft voor hun mail. En die hebben zich ook te voldoen aan compliance maatregelen, waarin dus auditing regelmatig plaatsvindt. Het zijn afspraken, maar dat zijn... Net zo goed als je dat op een online omgeving moet vastleggen hoe je dat kan laten plaatsvinden, zal je dat ook in je eigen organisatie moeten doen. Het is alleen, je hebt een andere partij die het beheert, maar misschien heb je ook wel ingehuurde consultants of gedetacheerde mensen zitten die beheer doen. Ook daarvoor geldt hetzelfde eisen om je auditing goed te laten volstaan. Het is jammer dat je de vorige keer niet bij was. Dan. Ik weet technisch niet genoeg op van Google Apps of Microsoft BPOS af. Maar als je het op compliance gooit, reken maar dat ze het goed voor elkaar hebben. Dat was inderdaad een van de kernpunten die je bij die dag ook al kon meenemen. Dat hebben ze echt voor elkaar. Ik denk dat de Belastingdienst daar bijvoorbeeld een voorbeeld aan kan nemen. Want die waren zoveel gegevens kwijt na het invoeren. Ik vertrouw eerder een bedrijf als Google of als... Microsoft, dan de Belastingdienst, een overheid, een organisatie, die jouw gegevens zomaar wegmaakt en dan zegt, voer het maar op. Inderdaad. Het vertrouwen in het corporatisme, mooi om te zien. Ja. Wat was jouw vraag? Of... Is het doordat er een Chinese hacker komt die bij Google inbreekt? En, Ja, je vraagt dus eigenlijk, is Google beter beveiligd dan jouw bedrijf? Google is absoluut beter beveiligd, daar ben ik van overtuigd. Alleen jij staat niet op de radar van die hackers, bedoel je? Ja. Ja, oké. Okay. Nee, dan is het de vraag duidelijk, ja. Vooral niet groot groeien, zou ik zeggen. Dus inderdaad, gelukkig, de meeste van jullie zijn volgens mij leden. En volgens mij is het ook voor publiekelijk toegankelijk op de NGN-website. Bij dat Google Apps Microsoft BPOS middag, ook daar is alles opgenomen op video. Die video's zijn beschikbaar. Het verhaal van de IT-beheerder van EduDelta, die heeft daar een verhaal gehouden.
En die heeft bij zijn ROC of middelbare school, dan wil ik even vanaf zijn, hebben ze 2500 studenten hebben ze op Google Apps gezet en 300 medewerkers hebben ze op Microsoft Beeples gezet. Ik geloof dat de vraag vanuit de directie eigenlijk was van ja, ik wil Outlook blijven gebruiken, dus moet je maar Microsoft Beeples gebruiken. Wat natuurlijk geen onzin is. Maar het was duidelijk de wil van de medewerkers eigenlijk om bepaalde Microsoft producten te blijven gebruiken. Maar het is wel inderdaad die scheiding. Het was heel mooi om te zien waarom ze voor bepaalde dingen hebben gekozen. Dus ik raad je aan om die video te bekijken. Want nou ja, voor grote scholen of voor of middelbare scholen wil je al die studenten e-mailadressen in je Exchange-omgeving hebben. Wil je daar überhaupt last van hebben? Nou, dat is een vraag die je terecht kan stellen, denk ik. Zeker. Als er verder geen vragen zijn, dan is het weer eventjes een korte koffiepauze. Of nou eigenlijk weer een half uur.